Dat betekent momenteel 4 keer aan de opbeslissing.
Καθώς έκανα τα κουμπίνα πολλά και από την άλλη. Voor hoeveel plank gaat Edik Sargasson? 4. En zijn tegenstander Kreutzer gaat voor 3 planken. Op de koud! Sargasson breekt al zijn planken en wordt daarmee de winnaar van deze partij. Zijn tegenstander Adam Kreutzer is het helaas niet gelukt om al zijn planken te breken. En daarmee de winnaar in de blauwe hoek, Edik Sargasson.